Force Field is een uniek bedrijf in de wereld en het zit gewoon in Amsterdam. Het is een voormalig gamebedrijf dat zich inmiddels volledig heeft toegelegd op VR en AR. En wij van Bright mogen als eerste videoploeg een kijkje nemen achter de schermen. Dat je hier met een VR-bedrijf te maken hebt, is gelijk duidelijk als je binnenkomt. Je struikelt zo'n beetje over de VR-brillen. In de demo-kelder word ik gelijk virtueel de ruimte ingeschoten. Ja, ik ben nu in de ruimte. We zijn er heilig van overtuigd dat virtuality de toekomst is, met name voor games. Dus op een gegeven moment hebben we de knoop doorgehakt en gezegd, we gaan niet meer en het een en het ander doen. We gaan ons uitsluitend focussen op virtual reality. En dat lijkt een goede beslissing. Force Field is gaan samenwerken met de makers van VR-brillen, zoals Oculus, dat in handen is van Facebook. De mannen achter Force Field hebben een goede reputatie in de game-industrie. Eerder maakten zij games als Halo, Spartan Assault. Dankzij die reputatie betalen partijen als Oculus Force Field nu veel geld om games voor hen te maken. Dit is het grote Oculus-project waar we aan het werk zijn. Daar kunnen we nog niet te veel van laten zien. Een beetje geheim meekijken over de schouder. Dit is dus voor de Oculus Rift. En wij zijn dus nu druk bezig om een launch window title te maken. Dus dat is echt een grote game dus? Dit is een van de grote games waar Oculus ons voor gevraagd heeft om aan te gaan werken. En wat voor game is het? Kan je dat al... Het heeft iets met schieten en actie te maken. En terwijl ze boven bezig zijn met de laatste hand te leggen aan de graphics voor de game, worden hier nog de laatste zinnen ingesproken. NPIC Marine Forces reporting heavy losses. Surviving members of Battalion Delta have reached the seawall of Wreck 4. Een game maken voor VR is zelfs voor deze ervaren rotten een uitdaging. In virtual reality kan je je hoofd naar rechts doen. En dan is de vraag, als jij naar rechts duwt, verwacht je dan nog steeds dat het mannetje daar naar rechts loopt? Of verwacht je dat hij misschien schuin gaat lopen? Nou, dat zijn hele simpele dingen waar je in eerste instantie helemaal niet over nadenkt. Die dan plotseling naar voren komen. Waar je allerlei verschillende oplossingen voor moet gaan bedenken. Naast virtual reality houden ze zich ook bezig met augmented en mixed reality. Daarbij lopen de echte en virtuele wereld door elkaar heen. Wij van Bright hoorden van bronnen dat ze druk bezig zijn met een toepassing voor de HoloLens. Ik zie hem niet. Nee, kunnen we niks over zeggen. Het enige wat ik daarover kan zeggen is dat wij met holographic development bezig zijn. Ik vermoed zomaar dat we daar binnenkort meer van gaan horen. Ik vind het echt zo tof dat we dit soort bedrijven hebben in Nederland. Ze werken dus voor alle grote spelers die iets maar met doen met virtual reality, augmented reality, mixed reality, welke reality dan ook. En het is hier gewoon, 200 meter verderop ongeveer zitten ze gewoon met 70 man. Het is bijna on-Nederlands goed en groot zijn ze bezig, hè? Ja, echt super enthousiast werd ik ervan toen ik er was. Maar zijn ze niet te vroeg, hè? Want de consumentenmarkt is nog best pril. Zoveel brillen zijn er nog niet verkocht. Ja, ze zijn rijkelijk vroeg, want zij zelf denken ook pas dat in 2018 echt alle consumenten ongeveer aan de VR gaan. Maar ze hebben dus wat potjes geld gekregen om nu al games te ontwikkelen. Daar houden ze het op zich al mee vol. Tot die tijd, tot 2018, is het echt iets voor nerds misschien en wat gamers. Maar vanaf 2018, dan gaat het natuurlijk wel rollen. En dan hebben ze wel een schat en ervaring al opgedaan en heel veel kennis opgebouwd die andere gamebedrijven misschien nog niet hebben. Ja, dan lopen ze voorop. Dan lopen ze inderdaad voorop en zou het zomaar eens kunnen dat het misschien wel een nieuwe Guerrilla Games is. Guerrilla Games is een hele grote gamestudio in Nederland. Ja, precies, de grootste die we hebben in Nederland. Dat is natuurlijk wat Force Field ook wil, alleen dan op het gebied van VR. Tot slot, hebben ze zich ingeschreven voor de Bright VR Awards? Ja, ze zeiden daarover dat het nog iets te vroeg kwam voor ze eigenlijk en dat ze niets hadden liggen. Maar voor die Bright VR Awards, we hebben wel heel veel inschrijvingen al binnen en echt grote namen zitten daartussen. Ja. Maar je kan je ook nog inschrijven tot 30 september.